De rest mag niet naar binnen. Het is heel druk om mij heen. Nu zie je waar hij naar binnen gaat. Ja, inmiddels is het naar binnen gegaan. Dan hebben ze een uniek moment om zo aan te geven. Mijn advocaat de heer kan haaien. Gaat dat niet meer mee. Vandaag is de zaak tegen de heer Desi Boutersen voor de krijgsraad in verzet gestart. De veroordeelde die nu met alle rechten van een verdachte het nieuw proces kan beginnen is verschenen. Dat is heel belangrijk, want daarmee is dus de zaak officieel begonnen. Vandaag is er niks gebeurd. Vandaag is alleen het dat verzet vonnis, de schorsing daarvan, is bevestigd vandaag. De rechter heeft aangegeven dat er geen inhoudelijke behandeling zal plaatsvinden, omdat een van de leden van de krijgsraad verhinderd is. Daar was wel iemand anders voor in de plaats, maar omdat het een andere rechter was, vond de krijgsraad het beter om de inhoudelijke behandeling te beginnen op 31 maart. Tommy Bouta is my life. I will die. Original. Even dan doe moeilijk. Wat doe moeilijk is er aan? U bent helemaal in vol ornaat op weg naar de krijgsraad. Wat gaat er nu in u om? Wel, wat er altijd helemaal omgaat, alles komt wel op zijn plaats hoor. Hij is verschenen in militair tenue. En een heel groot achterban. Nou, eigenlijk is de, of niet eigenlijk, de persoon Desi Boutersen is gedagvaard. Hij heeft het presidentschap meegesleept. Dat hebben we allemaal kunnen zien. Dat is jammer, want daarmee heeft hij het presidentschap. Want men maakt vaak de fout door te denken dat hij, dat de persoon president is. Nee, de heer Boutersen is geen president. Hij draagt het ambt van president. En hij heeft dat ambt meegesleept vandaag. Dat is op zichzelf, vind ik, te betreuren. Want daarmee besmeurt hij nodeloos dat ambt. Maar nogmaals, ik kijk er positief naar. Hij is verschenen. En dat betekent dat hij de rechtsmacht, oftewel de jurisdictie van de krijgsraad erkent. En dat is positief. Na eerste lezing naar Hof. En moet hij goed zeiden. De man spreekt een verstek van ons uit. Een verstek van ons. Dat wat ik even mee op go. Dat de man omega af van ons. Tjes karakter. Met dat heren. Mij heb verantwoord toe. En mij wil go en go bespreek de regels. Mij heb katie tien in wan verzet. En dat wan takkie
Mi no de eens nanga sansa itak da pelek fonas. Mi no de eens. En mi wan go tega rechter. En het moment is dat mij verschijnt dat we dat een heel proces voor om een jaar hebben hier opnieuw begaan. Is het voor u duidelijk of de heer Bouters bij de volgende zitting weer aanwezig moet zijn? Dat weet ik nu niet. Dus niet. Daar was de rechter niet duidelijk over, hè? Dat ga ik later met hem bespreken. Maar als hij niet komt, dan komt de volgende zitting. Hij hoeft niet meer te komen. De verzetprocedure is op gang gekomen. Dus dat is duidelijk. Hij hoeft niet meer te komen. Dus u gaat met hem bespreken of hij misschien toch wel... Misschien wil hij komen. Maar u heeft hem geadviseerd om niet te komen. Tuurlijk heb ik hem dat geadviseerd, omdat ik vind dat het een oneigenlijk proces is. En een hele hoop van jullie weten dat het een oneigenlijk proces is. Maar goed, dat zal in de loop van dit proces zal blijken waarom het een oneigenlijk proces is. We zullen natuurlijk ook in de loop van deze procedure zullen we ook dat vonnis dat geweest is op 29 november attackeren. Verder vind ik het heel belangrijk dat de veroordeelde verschenen is. Waarmee hij blijk geeft van de rechtsmacht van de krijgsraad te erkennen. En dat is positief. Dus we zien met belangstelling het verder vervolg tegemoet. Wat is de status nou eigenlijk van deze Boutersen? Hij is een veroordeelde. Hij blijft een veroordeelde. Maar hij heeft alle rechten die een verdachte heeft. Die menigte die is gekomen om kennelijk hun voorzitter te assisteren. Ik heb daar verder als advocaat natuurlijk geen invloed op. Heeft dat invloed op de zaak? Ik geloof het niet. Ik geloof niet dat het enige consequenties heeft op de zaak, hoor. Is het van enige invloed op de zaak? Nee, ik denk het niet. Het heeft alleen maar invloed op de veiligheid. Mogelijk. En gelukkig is het tot nu toe heel ordelijk verlopen. Dus daar ben ik zelf ook heel tevreden over. Maar op de inhoud van de rechtszaak heeft het 0,0 invloed.